Wat heb ik in de laatste 2 uur al uitgesproken? We speelden boven een spelletje. Een spelletje? Ik zie wat jij niet ziet, maar de bietenkwiet die zag ik niet en ik wou weer niet. Adieu, monsieur! Altijd welkom als het weer werkt. Ah, Yvette. De dienst bij graag. Yvette, is er iets dat jij mij moet vertellen? Entretien, de afloop was verstopt. Oh, wat een opluchting. Oh nee, wat gebeurt er straks als Hitler arriveert en hij wordt gekidnapt onder in de resistance? Waarom gaan we er bij de niet vandoor, nee? Ja, maar dat kan hier, ma chérie. De mafam heeft de kassa afgesloten. Oh nee. Oh, ik ben... René? Oh, je stupid woman, zie je niet dat ze flauw gevallen is? Wat gebeurt er daarmee, Vets? Terug wel even in te krijgen. Allee, Vetje, ademen, ademen, ja, goed, goed. Is die wat passage wel nodig? Ik ben er. Voilà, zie je dat nodig was. Maar je zult hier niet blijven. Vooruit naar de keuken. En val in de toekomst niet meer flauw in de buurt van mijn man. Compris? Oui, oui, maar dat weet ik. Oui, oui. Good morning. Good morning. Zullen wij gaan doen? Momenteel toch. Ik zal een geel signaal geven op mijn vloot. Ik ben blij dat je van dat krankzinnig plan zijn afgestapt, hè. En ik zie dat je op het punt staat om naar het buitenland te gaan. Adieu et bonne chance. Nee, de resistance, dat zijn, die geven dat ze rap niet op. Dat zijn niet allemaal zo'n slap individuen gelijk Lafart. Dus heel goed. Ze zal die ganse geen tweemaal zagen. Oui, listen very carefully. Als je zegt is only once. Vermits jij mij u niet wil verkleden als Hitler, heb ik een pop meegebracht. Die spreekt het op hem lijkt. Zit er in die koffer een pop die op het lijf gelijkt? Ah, oh, wie? Is dat toch maar een kleine, hè? En van Uber gemaakt. Voilà, dit is Hitler. Naam een pip. Een pip. Een dom. Een dom. En als de pip niet weet, komt op los. Nu heb ik alles gehoopt, hè. Als je hem zo ziet, dan is Hitler maar een kleine, hè? Ja, maar in het echt is dat ook zo, hè? Ah, dit? Ah, nee, wie, wie. Ah, Michel. Mag ik u een paar simpele vragen stellen? Hoe gaat jij die rubberen Hitler rechtop krijgen en hoe gaat hij naar zijn wagen stappen? Wel, René, 2 leden van de resistance die zullen zich verkleden als Duitse soldaten. En ze zullen hem naar zijn wagen begeleiden, alsof hij dronken is. Dat niet nooit, hè? Jamais. Als Hitler hier komt, hè, moet je schiefertje. Goh, als jij dat riskeert, René, dan knalt de resistance René. Vooruit. Blaas hem op. Ja, maar niet hier, hè. Allee, vooruit. In de proviantkamer, hè. Ik vertoon in een gat in een giet. Edith. Ik zet schermen in de spandelijkheid. Achter de bar, bij mijn man. Edith, betrek er niet in hun zaken. René, toute la France zal betrokken. Ernaast streven die vervloekte vuur uit ons vaderland te krijgen. Deze avond wordt beroemder dan de bestorming van de Bastille. Al onze vader.